Aan tafel Hans Beenhakker, de burgemeester van Tiel. Hans, van harte welkom. Ja, dankjewel. Daar zitten we dan weer, hè? Corona deel 35, zullen we maar zeggen. Helaas, in de gesprekken. Wie had dit gedacht dat we bijna 2 jaar geleden hier weer bij elkaar zouden zitten om over corona te hebben? Ik kan me nog zo goed heugen dat jij zei van nou, dat vaccineren, dat is de uitweg. Ja. Veel mensen zijn gevaccineerd, ja. Maar toch gaat het mis. Ja, nou ja, dat heeft ook een aantal oorzaken. De belangrijkste oorzaak is dat er ook heel veel mensen nog niet gevaccineerd zijn. En in Tiel is dat nu nog steeds rond de 20%. Hè? Dus 1 op de 5 Tielenaren is niet gevaccineerd. Dat is relatief veel. Hoe komt dat? Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde. Want het zit zeg maar rond 3,84. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Dat is heel lastig om dat te duiden. Nee, maar zeggen Neder-Betuwe en Over-Betuwe. Ja, daar zit geloofsovertuiging speelt daar een grote rol. Dat is in Tiel natuurlijk niet het geval. Nee. Dus het zal andere oorzaken hebben. Daar proberen we wel zoveel mogelijk achter te komen ook. Door via de wijkregisseurs in de wijken met mensen te spreken. Natuurlijk via de huisartsen. Maar het is best wel lastig om dat te duiden wat daar nou precies de oorzaak van is. Je ziet überhaupt dat gemeenten met meer stedelijk karakter, zoals Tiel ook heeft, diverse bevolkingssamenstelling, dat die over het algemeen wat achterlopen. Dat zie je bij de grote steden ook. Dus daar valt nog best wel winst te halen. Zeker. En dat willen we ook graag. Want kijk, de uitweg uit de crisis is echt vaccineren. Mm-hmm. En ik snap dat sommigen zeggen van ja, maar er liggen toch ook gevaccineerden in het ziekenhuis. Maar als je kijkt naar het percentage van de gevaccineerden die in het ziekenhuis komt, dat is veel lager dan van de ongevaccineerden. Ik heb wel eens een mooi vergelijk. Misschien is dat mooi om dat te vergelijken. Want heel veel mensen zeggen van ja, hey, hoe kan dat dan? Er liggen iets meer dan de helft ongevaccineerden in het ziekenhuis. En ook nog ongeveer de helft gevaccineerden. Ja. Overigens is dat in Tiel is die verhouding wat groter. Dus daar ligt echt wel op de normale verpleegafdelingen ruim 60% ongevaccineerd. En op de IC, en daar gaat het natuurlijk ook vooral om, bijna 80%. Dus dat zijn wel echt forse percentages. Maar je moet het een beetje vergelijken met, als je kijkt hoeveel dodelijke ongevallen in het verkeer zijn bij motorrijden. En je vergelijkt het bij autorijden. Dan zijn er misschien bij motorrijder minder dodelijke ongelukken. En dan lijkt dat misschien veiliger. Maar er zijn natuurlijk veel minder mensen die motorrijden dan autorijden. Ja, dat is inderdaad een goede vergelijking. Dus zo kun je het vergelijken. Ja. Dus als je kijkt naar de kans om in het ziekenhuis te komen als je gevaccineerd bent, is vele malen kleiner. Die 17 zo klein, las ik vandaag nog, ten opzichte van de ongevaccineerden. En op de IC zelfs 33 keer zo klein. Ja, en dat is natuurlijk flink. Dat is flink. Ja. En de reden waarom we nu toch in problemen komen in de ziekenhuizen en ook in ons eigen ziekenhuis, is dat er enorme druk staat op de zorg door de opname van veel ongevaccineerden, zeker op de IC. Door inhaalzorg die het ziekenhuis nog aan het doen was. Hè, dus uitgestelde operaties uit de eerste periode van corona, toen heel veel uitgesteld is. En heel veel, toch redelijk wat uitval van personeel die zelf ook ziek worden of overbelast zijn. Dan heb je onlangs op Twitter een filmpje gezet, dat je het ook oproept, hè, vooral vaccineren en pas op elkaar. Waarom die boodschap nog maar eens een keer aangegeven? Dat heb je al zo vaak gedaan. Ja, zeker. Nou ja, ik heb veel contact met de directeur van ons ziekenhuis. Dus ik krijg uit eerste hand die informatie. En het laatste contact wat ik had vorige week was echt alarmerend. In ons ziekenhuis, en helaas geldt dat voor heel veel ziekenhuizen in Nederland nu, lopen echt op de laatste benen. En wat betekent dat? Dat men echt enorme zorgen heeft in het ziekenhuis, dat men in een situatie terechtkomt dat ze mensen die dringend hulp nodig hebben niet meer kunnen gaan helpen. Zover zijn we nog niet, maar zover dreigen we wel te komen. Maakt het je boos? Boos wil ik niet zeggen. Het maakt me meer dat ik daar actief me voor wil inzetten. Om echt mensen duidelijk te maken van laat je vaccineren. Dus twijfel je, bespreek het met de huisarts. Er is nu ook een twijfeltelefoon door Erasmus MC ingesteld die je kunt bellen. Ik kan me best wel voorstellen, sommige mensen hebben zorgen van goh, stel als ik zwanger ben, is het dan wel veilig zo'n vaccin? Nou, die vragen zijn prima te beantwoorden door de deskundigen. Dus als je twijfelt,
ga vooral daarmee in gesprek. En daar valt met het vaccineren heel veel winst te halen. En het tweede is, wat ik heel erg wil benadrukken, als je naar het ziekenhuis ook kijkt, is hou je aan de maatregelen. Dus dat geldt voor ons allemaal, ook voor de gevaccineerden. Dus heb je een loopneus of ben je aan het hoesten? Voor jouzelf betekent dat misschien niet zoveel, omdat je gevaccineerd bent. Maar je kan wel een ander ook besmetten die daardoor in het ziekenhuis komt. Het is constant maar die boodschap weer blijven herhalen. Maakt het je niet moedeloos af en toe? Als je nou weer ziet dat die vaccin, hoe zeg je dat? Omicron. Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat we allemaal hetzelfde. Dat gevoel heb ik natuurlijk ook van. Oh, daar gaan we weer. Mm-hmm. Een nieuwe variant is nog heel weinig over bekend. Dus dat moeten we even afwachten. De Zuid-Afrikaanse variant. Maar natuurlijk, met de situatie waarin we nu zitten, hadden we eigenlijk niet zien aankomen. De deskundigen hadden ook niet verwacht dat we in deze situatie nu zouden komen met het vaccineren. En het vaccineren helpt dus echt, wat ik net aangaf. Ja. En je ziet ook heel veel, als er gevaccineerden in het ziekenhuis komen, dat is misschien ook nog wel goed om aan te geven, zijn het over het algemeen ouderen of mensen echt met onderliggend lijden, dus al andere ernstige klachten. En bij de ongevaccineerden, daar zie je ook gewoon jonge mensen in het ziekenhuis komen. Dus daar is echt een evident verschil in. Precies. En zaak dus om die boodschap maar te blijven herhalen. En het ligt eigenlijk wel bij de verantwoording van de mensen zelf. Houd de afstand en zorg voor die maatregelen die er zijn, standaard. Ja, kijk, we hebben het zelf in de hand. Hè. Kijk, het voordeel is ten opzichte van de situatie vorig jaar is dat we vaccins hebben. Je moet er niet aan denken nu met deze besmettelijke variant, de huidige variant, Delta variant, dat we niet gevaccineerd zouden zijn. Mm. Dus we hebben vaccins, maak daar gebruik van. Maar tegelijkertijd hou je ook aan de maatregelen. Die anderhalve meter, bij klachten thuis blijven, zoek de drukte niet op. Het zijn allemaal eenvoudige zaken om aan te houden, maar wel ontzettend belangrijk, ook voor gevaccineerden. Het sentiment van mensen is ook natuurlijk van ja, het zal allemaal wel. Dus dat er ook maar automatisch niet zo meer op die maatregelen gelet wordt. En dat zie je natuurlijk overal, met boodschappen doen en ga zo maar door. Dat moet jij ook zo zien. Nee, kijk, het is natuurlijk heel menselijk dat je op een gegeven moment, dat hebben wij allemaal, toen het weer versoepelde, vonden we het natuurlijk heel fijn, ik ook, om weer uit eten te kunnen en de kroeg in te kunnen. En leuke dingen te kunnen gaan doen. Tegelijkertijd, ja, als je de boodschap nu ziet van de ziekenhuizen en ons eigen ziekenhuis in Tiel, ons regionale ziekenhuis, tegen welke enorme problemen nu aanloopt. We zitten nu in een situatie dat landelijk alle niet-kritieke planbare zorg is afgeschaald. Dus niet meer gebeurt. Mm-hmm. Dan moet je denken aan knieoperaties, hernia-operaties. Ja. Je zal maar met heel veel pijn nu op bed liggen. Maar er zijn ook al ziekenhuizen in het land, in Limburg, die ook al zorg aan het afschalen zijn, die eigenlijk binnen 6 weken, bijvoorbeeld oncologische zorg, plaats zou moeten vinden. Dus ja, dat is dan in formele medische zin zitten we nog niet in het zwarte scenario, maar voor de betrokkenen is het wel een heel zwart scenario als je niet geholpen kunt worden. Mag ik het zo zeggen? Wees niet alleen maar op jezelf, want dit verhaal moeten we met elkaar oplossen. Dat is het. En ik snap, kijk, voor iedereen is dit heel zwaar. Hè? Natuurlijk ook de huidige maatregelen waar we nu in terechtkomen, om 5 uur grofweg alles dicht. Dat is natuurlijk voor iedereen weer heel heftig. En ik baal er zelf ook enorm van dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Ik snap dat iedereen dat heeft. De horecaondernemers, de sportverenigingen, noem maar op. Iedereen loopt daar nu tegenaan. Tegelijkertijd is het wel heel belangrijk dat we dat virus er echt onder krijgen. En vooral dat we die zorg, dus de ziekenhuizen, maar niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de verpleeghuizen, de huisartsen, de thuiszorg lopen nu vast. Mm-hmm. Dus het is niet alleen het ziekenhuis. En als die zorgketen, om het maar zo te noemen, vastloopt, ja, wie moet er dan nog voor ons zorgen? En dat is het inderdaad. Even terug naar jou als eigen persoon. Dat je burgemeester bent van een plaats, in dit geval Tiel, is natuurlijk in coronatijd heel bijzonder. Hoe hou je het zelf vol? Achter de schermen gebeurt er natuurlijk heel veel. Klopt, stevig doorwerken. En gelukkig hebben wij natuurlijk ook een periode gehad als bestuurders dat we weer even toekwamen aan andere belangrijke onderwerpen in de stad. En daar zijn we natuurlijk nog steeds mee bezig.
Maar ja, alle crisisteams zijn weer opgestart, lokaal en regionaal. Dus dat, ja, dat vraagt wel behoorlijk wat inzet, maar ik doe het graag. Om onze inwoners, onze ondernemers, onze verenigingen in de stad zoveel mogelijk, voor zover dat in mijn kunnen ligt, te helpen. Ja, voel je dat ook zo? Dat je zeg maar ons door die crisis heen leidt? Als burgervader in dit geval? Nou ja, ik probeer dat wel. In ieder geval door in gesprek te zijn, luisterend oor te zijn. Boodschap zoals ik net aangaf ook door te geven, wat een hele ernstige boodschap is. Echt de urgentie bij mensen ook tussen de oren zit. Namens de directeur van het ziekenhuis eigenlijk. Dus dat vind ik ook belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk om met ondernemers in gesprek te zijn. En te kijken hoe we binnen het maatregelenpakket zo goed mogelijk kunnen helpen. Nou, wat mij betreft blijft dat gevoel in ieder geval vasthouden. Ja. We hebben, ik denk een half jaar geleden of drie kwart jaar geleden, een gesprekje gehad. En toen sloot ik met het verhaal dat we een afspraak zouden maken om eens een keer gezellig bij TEC een biertje te gaan drinken. Nou, bij een mooie wedstrijd. Dat is er nog niet van gekomen. Maar van afstel komt in dit geval geen uitstel. Hè? Net andersom. Uitstel. Geen afstel. Nee, dat gaan we zeker doen. En ja, we hopen natuurlijk allemaal dat we dat het maatregelenpakket wat er nu ligt, dat gaat werken. En dat we deze winter met elkaar goed gaan doorkomen. Dat de nieuwe variant hopelijk wat mildere klachten geeft. Die signalen zijn er ook. Dus wellicht valt het mee. Zal de toekomst uit. Laten we dat hopen. En, ja, en dat onze ondernemers en verenigingen natuurlijk deze tijd ook weer heel goed doorkomen. Er komt gelukkig weer een steunpakket van het kabinet. Ja, en nogmaals, hoe zwaar het ook is. Ik vind het ook heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat je er heel erg van baalt. Doe ik ook. Maar laat dat niet leiden tot agressie. Hè? Want dat is ook iets waar zorgmedewerkers helaas nogal eens mee te maken krijgen. Ja, dat is ook die polarisering die plaatsvindt in die maatschappij. Ja, je moet natuurlijk toch een vervelende boodschap nu kwijt. Ja, hè? Maar, tegen mensen. Wees verantwoordelijk voor elkaar. Ja, het is vooral belangrijk dat we elkaar blijven steunen. Dat blijft zo. Ook mensen die het moeilijk hebben nu, die corona hebben, ziek zijn. De zorg, de ondernemers, de verenigingen. Dus we moeten elkaar gewoon in de stad gewoon goed blijven steunen. En dan komen we er wel doorheen. En ook respect hebben voor elkaars standpunten. Met elkaar in gesprek blijven. Maar wel op een respectvolle manier. Tot slot, oud en nieuw, vuurwerk, hoe zit dat? Ja, landelijk weer een vuurwerkverbod. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor de vuurwerkliefhebbers een behoorlijke domper is. Tegelijkertijd wel een begrijpelijke maatregel van het kabinet. Omdat de zorg, wat ik net aangaf, natuurlijk overbelast is. En die extra zorgvraag die door vuurwerk vaak wel komt, hè, door allerlei incidentjes. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk nu niet bij hebben. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel voor de liefhebbers heel vervelend. En dan hoop ik dat we oud en nieuw voor het overige wel zoveel mogelijk op een normale manier kunnen vieren. Dus dat bereiden we wel op die manier voor vanuit de gemeente, met de verenigingen in de verschillende wijken. En hopelijk kan dat ook weer straks rond oud en nieuw. De verantwoordelijkheid van het individu aanspreken, dat is één. En nummer twee, hoe zit het met handhaving? Nou ja, we hebben ook nog een aantal extra BOA's die we nu in gaan huren vanaf 1 december. Ook om te handhaven op vuurwerkoverlast die er nu al best wel is richting oud en nieuw. Illegaal vuurwerk wat afgestoken wordt. Wat we ook gaan doen richting oud en nieuw, hebben we nu hele goede afspraken weer gemaakt. Ook met de Molukse wijk in Tiel-West met de Marokkaanse vereniging in Tiel-Oost. Waar een aantal inwoners opgestaan is om zelf toezicht in de wijk te gaan organiseren. En daar heb ik heel veel bewondering voor. Dat in drie wijken die ik net noemde, men zelf het toezicht en de beveiliging gaat regelen voor oud en nieuw. Nou, fingers crossed wat dat betreft. Om het gesprek af te ronden, toch nog een leuke slotconclusie. Laten we dan, als de tijd daar rijp voor is en dat het weer kan, dat we naar TEC toe gaan en gezamenlijk niet één biertje drinken, maar twee. Ja, daar gaan we vanuit. En dan natuurlijk een overwinning van TSC. Hè? Ja, sowieso. Daar gaan we sowieso vanuit. En weer lekker langs de lijn. Ik denk dat we allemaal daar wel weer aan toe zijn straks. Lekker uit eten kunnen en naar het café. Nou, laten we hopen dat het rond kerst misschien alweer kan. Ik blijf hoopvol. Het ziet er natuurlijk best zwaar uit op het moment. Maar we moeten dit echt met elkaar doen.
echt met elkaar doen. Mm-hmm. Dus niet iets van het kabinet die natuurlijk de maatregelen maakt. Het OMT die adviseert, maar we gaan er ook vooral zelf over. Hè. We hebben daar zelf invloed op. Precies. Dus denk niet van het kabinet zegt nu dit of dat, dus mag ik het wel of niet. Denk ook vooral zelf naar wat je doet. Ja, des te eerder zijn we er met elkaar weer uit. Ja. Nou, ondanks een tijd waar we best wel met zorgen leven, wens ik je toch een hele fijne decembermaand. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan.